van de Hazekamp maken zich hard om de theeschenkerij die vroeger in het Goffertpark stond te herbouwen. De kosten voor de bouw komen volgens de stichting rond de 8 ton te liggen. De financiering is nog niet helemaal rond. De stichting denkt eraan om een crowdfundingsactie op te zetten. We staan hier in het prachtige Goffertpark, waar wij de theeschenkerij zullen gaan herbouwen. Een aantal jaren geleden zijn we een stichting begonnen, Stichting Theeschenkerij de Goffert. Wij waren hier met een stel wijkbewoners en we dachten van ja, dit is toch wel een heel mooi park, maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Wij hebben gezien dat hier een oude theeschenkerij heeft gestaan en die is in de jaren 70 helaas plat gegooid, is weggehaald. Dat is een gebouw in de stijl van de nieuwe zakelijkheid en dat is een prachtige stijl. Toen dachten we 1 en 1 is 3. We gaan die theeschenkerij terugbrengen en we gaan hier prachtige horeca realiseren. We doen het niet alleen. We hebben aan ons initiatief hebben een aantal adviseurs die pro deo meewerken. Maar we hebben ook de buurt, die wordt er ook bij betrokken. We hebben als stichting hebben we al een paar honderd vrienden. En voor ons is het heel belangrijk om het... Kijk, het is een initiatief wat wij genomen hebben als wijkbewoners. We wonen hier vlak in de buurt. Maar het is voor en door de buurt. Dus we willen... Het is echt een geschenk zijn voor de buurt, maar ook voor de hele gemeente Nijmegen. We zijn heel ver met de plannen en met de plannenmakerij, met de gemeente. Als het goed is gaan we binnenkort de bestemmingsplanwijziging in gang zetten en de omgevingsvergunning aanvragen. En de bedoeling is toch in ieder geval in 17 groen licht te krijgen en te starten met de herbouw van de theeschenkerij. Ja, ik hoop dat dit gewoon het Goffertpark nog meer allure geeft dan het nu al heeft. Het is een schitterend park werkelijk. Er gebeuren heel veel dingen. Als je hier op een zonnige dag rondloopt, ja, dan de activiteiten zijn enorm. Alleen nogmaals, de mis gewoon iets waar je even lekker kunt gaan zitten, een kop koffie drinkt of even iets eet of iets in die geest. Dus dat hopen we gewoon, dat het een levendige plek wordt. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.